Welkom terug bij het kanaal van Harry de Ferryman. Ik ben Harry en vandaag gaan we de veerpont Mege aan de gierinstallatie leggen. Veel kijkplezier! Daar liggen ze mooi bij, wel. Ja. Ja. Dan tikken we dadelijk wel op met de roeiboot. Ja? Is de pol dan niet hoger dan dat hij was? Ik heb ook een meter in ooi. Ja, die hebben nou dit ding voor. Ja, beweegt. Die gaan van ergens aan bewegen, dat is, daar komen zoveel krachten op. Wat denk jij? Nou, dat is als we hem losgooien. We gaan de kabel halen. Dan moeten we maar die sluiten, maar de ketting even vast aan de boord. Dan, Oh, daar is de top. Vast, vast. Ja, dan hoort het niet hier.
vlekken. Is. Even kijken of alle sluitingen een beetje zitten. Zo, ik ben hartstikke blij dat hij weer netjes aan de gier ligt. Na het ongeval dat we vorig jaar hebben gehad, toen heeft een vrachtschip de eerste gierboot meegenomen en de rest ook. Alle kabels opgerekt. De eerste gierboot was de mast afgebroken. Die hebben we teruggevonden 3 kilometer onder de pont. De andere twee gierboten die lagen nabij de pont. Eentje net aan de bovenkant van de pont en de andere lag op zijn kop onder de pont. Of aan de achterzijde van de pont. Zijn we het hele jaar door een beetje mee bezig geweest om alles op te knappen, nieuwe kabels erin, de gierboot te repareren. En hij ligt er weer netjes bij. We zijn heel tevreden. Hij vaart er goed aan. We gaan boven de 600 kub afvoer per seconde aan de gier. Nu was het 900 kub. Hij zakt nu weer iets in, zie ik op mijn computer. Maar volgende week geeft hij een hoop regen aan in het stroomgebied van de Maas. Dus dan zal hij vast wel weer omhoog komen. En het scheelt ons een hoop brandstof. Normaal met deze afvoer moeten we met 2 motoren varen. Dus dan heb je ook dubbel brandstofverbruik. En dat is voordeel van de gierinstallatie. Bij BAIC op de site, er staat een mooi voorbeeldje hoe die gierinstallatie werkt en hoe een kabelveer werkt. Ik zal een link hieronder bij zetten. Dan kun je dat eens rustig bekijken. Zo, nu zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Als je hem leuk vond, duimpje omhoog. Kijk ook eens op mijn Facebookpagina. Daar staat nog meer informatie op. Je kunt jezelf ook abonneren op dit kanaal.
En als je vragen hebt, stel ze gerust hieronder. Dan zal ik ze altijd proberen te beantwoorden. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houdoe.